We zijn bij Bibliotheek Kennemerwaard, omdat we meer willen weten over mediaopvoeding en mediagebruik. En daar zijn ze hier volop mee bezig. Inderdaad, Bibliotheek Kennemerwaard is bezig met het project Samen Digitaal. Heeft ontzettend veel samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs. Hebben Mukkie ontwikkeld. Wie is Mukkie? Komen we straks achter. En doen altijd al mee met de Media Ukkie Dagen. We hebben een afspraak met Danielle van den Hof. Zij is programmaconsulent educatie en ze weet er alles van. Hallo. Wat leuk dat we hier mogen zijn, Danielle. Ja, welkom. Dankjewel. Ja, waar zitten we eigenlijk precies? We zitten in een van de vestigingen van de Bibliotheek Kennemerwaard, in dit geval in de gemeente Dijkenwaard. En we zitten in de chillzone. Ja, mooie, wow. Ja, mooie muur, hè? Muur. Ja. Van het weekend net aangebracht en we zijn lekker de bibliotheek weer een beetje aan het opfrissen. Ja. Ja. Nou, hey, jullie doen een heleboel op het gebied van mediaopvoeding en mediagebruik. Dat vertelde Marloes, die somde al een mooi rijtje op. kan jij ons vertellen waar je het meest trots op bent? Ja, ik ben het meest trots toch dat we Mukkie ontwikkeld hebben. Onze pandabeer met eigenlijk 5 icoontjes. Waarmee we de pedagogisch medewerkers, maar ook de ouders van jonge kinderen proberen kennis te laten maken met wat je nog meer met een boek kan. Dus het is buiten het voorlezen, is het ook leuk om in hetzelfde thema een app te gebruiken, een spelletje te doen. Het is niet alleen maar online, maar het is een mooie aanvulling op wat er allemaal is al. En hoe breng je dat dan bij de ouders en de kinderopvang? We hebben Mukkie, is echt een hele mooie pandabeer met een koptelefoon op en de icoontjes op zijn buik. Daar hebben we een poster van gemaakt waar ook echt de 5 dingen op staan. Dus het is kijken, doen, luisteren, online en voorlezen. En we hebben boekenleggers gemaakt. We maken die in thema's. We zijn gestart met 3 thema's. Afgelopen Nationale Voorleesdagen hebben we weer een nieuw thema feest eraan toegevoegd. En de boekenleggers geeft dan 5 tips bij het thema. Dus dat is een tip voor het voorlezen, maar ook een tip om iets te doen. Of een online app. En die delen we uit op de locaties en die delen we uit aan de pedagogische medewerkers op de deelnemende kinderdagverblijven. En als er nu bibliotheken zijn die denken, hé, dat wil ik ook. Kunnen ze die dan ook gebruiken? Mag dat? Ze kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. En neem een kijkje op onze website. Daar vind je alles over Mukkie. Ja, oké. Okay. Hey, en waarom vind jij dat het belangrijk is voor bibliotheken om je rol te pakken als partner naar het onderwijs en kinderopvanglocaties? Er zijn denk ik heel veel vragen bij ouders, maar ook bij pedagogisch medewerkers. Hoe ga je om met de digitale media die er is? Het is er, het is een feit. En hoe mooi zou het kunnen zijn dat wij dan juist de tips en tricks kunnen geven, waardoor het op een juiste manier ingezet kan worden. Dus tuurlijk is het heerlijk om voor je ontspanning een filmpje te kijken op YouTube Kids. Maar dan liever graag op YouTube Kids dan gewoon op YouTube waar ze door kunnen linken. En hoe leuk is het om na dat je een boekje hebt voorgelezen samen een filmpje over het onderwerp te kijken. Je kan media op diverse manieren inzetten. En ik hoop dat wij met onze projecten kunnen laten zien hoe dat dan op een goede manier, een juiste manier gebeurt. En wij willen ouders op die manier laten zien wat er nog meer is. Want jullie werken met heel veel kinderopvanglocaties samen. Ja. Welke positie heeft mediaopvoeding daarbinnen? Nou, dat is per kinderopvang natuurlijk wel locaties wel weer verschillend. Hè. We werken met diverse stichtingen. We hebben afgelopen jaar onze 50ste locatie geopend, onze 50ste boekstartlocatie. En we merken dat daar gewoon heel veel vragen zijn. En waar het bij de ene echt nog een gesprek is aan tafel met de locatiemanagers van, ja, we vinden het nog spannend, hoe kunnen we het gaan doen? Zijn de anderen juist heel open en vinden het fantastisch dat er een liedje en een filmpje al bij de boeken zijn. Dus het is iedere keer weer aan de tafel zitten. Hoe ver zijn we en waar kunnen we jullie mee helpen? En wat is dan bijvoorbeeld een goede eerste stap om te zetten als bibliotheek? Als je wil beginnen met mediaopvoeding in de kinderopvang of op een school?
Als je wel iets van weerstand voelt of ja. Omdat die niveaus ook zo verschillend zijn? Nou ja, het is, wat we toch wel regelmatig terugkijken is, ja, we hebben een iPad, wat kunnen we daar dan mee? Hè? Dus ja, dan is het al heel simpel. Ja, lees een boekje voor en kijk daarna bijvoorbeeld een digitale prentenboek van Berenslim. Kijk een voorleesfilmpje van de voorleeshoek. Dat zijn natuurlijk kleine dingen. Vaak is dan, ja, maar hoe werkt dat dan? Nou ja, geef een voorbeeldfunctie en doe het eigenlijk zelf gewoon eens een keer voor. Lees het boek voor en kom daarna een keertje op bezoek met het digitale prentenboek. Stel de vragen die erbij horen. Pak het boek zoals je interactief voorleest. Dat kan je ook prima met digitale prentenboeken doen. Maar geef vooral het voorbeeld, heel erg voorbeeldgedrag. En vooral informeren over wat er dan zo belangrijk is. Dat het echt iets toevoegt, dat het voor het woordbegrip heel belangrijk is. Dus ik denk, ja, vooral heel veel doen. Ja, en kan je een voorbeeld geven van iets wat jij dan voordoet? Op het moment dat ik als boekstartconsulent ga voorlezen, is het inderdaad al, hè, wie zingt er een liedje, wie kijkt er al een filmpje. Het is al heel laagdrempelig mediagebruik. Er zijn allerlei video's op schooltv natuurlijk die je kan kijken. Ja, dat is al media, dus daar kan je natuurlijk al het begin mee maken. En dan is het, oh ja, maar dat doe ik al. Of tuurlijk zing ik een liedje, tuurlijk pak ik Spotify erbij. En pak ik het liedje van de Nationale Voorleesdagen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn al dingen die je heel simpel kan inzetten. En dan is het voor mij natuurlijk heel makkelijk om over Mukkie te beginnen. En dan de 5 onderdelen die er zijn. Jullie zijn ook bezig met het project Samen Digitaal. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat houdt dat in? Ja, Samen Digitaal is een project waar Bibliotheek Kennemerwaard vorig jaar mee gestart is. We hebben een pilot gedraaid bij de kleutergroepen. En de kinderen die de hele kleuterklas doet mee of de hele peutergroep doet mee. En ze krijgen dan een knaloranje rugtas met daarin een iPad waarop een aantal apps staan die waarvan wij vinden dat ze educatief iets toevoegen aan het onderwerp waarop de school of de peutergroep mee bezig is. Ze krijgen daarbij een boek wat natuurlijk aansluit. Dus dat betekent ook dat er een Berenslim boek aan gekoppeld zit. Dus het fysieke boek en het boek staat op de iPad gelinkt. Hoeven ze niet meer in te loggen, ze kunnen gewoon met een webklik kunnen ze dat aanklikken. Dus ook die drempels worden weggehaald daarin. En wij maken een Samen Digitaal bingo waarin dan ouders dus ook echt van ons tips krijgen hoe ze met het boek om kunnen gaan. Dat het leuk is om bijvoorbeeld, hè, als je het thema boodschappen hebt, dat je dan ook echt even boodschappen gaat doen met je kind. Betrek je zoon of dochter erbij. Kijk een filmpje. Nou, zo zijn er allerlei dingen eigenlijk waar we eigenlijk de woorden die geleerd worden op de peutergroep of in de kleuterklas, ja, wat meer zichtbaar maken voor de kinderen. Het is heel lastig soms om woorden uit te leggen totdat kinderen het zien. En ja, daar is media natuurlijk een fantastische middel voor om daar te komen. En hoe wordt er gereageerd? Nou, we hebben een pilot gedraaid bij de kleutergroepen. Nou, dat was voor ons ook even zoeken. Want ja, wat zet je er wel op, wat zet je er niet op? Hoe valt het bij ouders? Dus ik ben heel erg iedere keer de vraag gaan ophalen. Ik stond echt 's ochtends bij de kleutergroepen bij de deur te wachten. En ouders te vragen van, nou ja, wat vonden jullie ervan? En ik hoor ook graag negatieve feedback, want ja, daar kan ik dan weer iets verder mee. Dus dat was echt wel even pionieren. De reacties zijn fantastisch, want nou ja, de kinderen vinden het fantastisch, want ze krijgen een iPad mee naar huis. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk de mogelijkheden om dat te doen. Daarom is het ook fijn dat de hele groep meedoet, zodat er niemand achterblijft. En we zien gewoon dat we hebben een nulmeting gedaan bij alle kleutergroepen. En dat doen we nu bij de peutergroep waar we zitten ook. En daarna meten de leerkrachten of de peuterleidsters eigenlijk of de woorden die ze toen nog niet kenden nu wel weten wat het betekent. En we zien daar echt duidelijk verschil in. Dus dat we echt wel een verschil maken door het gewoon op die manier aan te bieden. En je geeft dus een tablet met die kinderen mee naar huis. Speelt mediaopvoeding dan ook nog een rol in het project Samen Digitaal? Zeker, want de eerste bijeenkomst zijn ze verplicht om te komen. Daar leggen we ook uit hoe een iPad werkt. Want ja, voor de een is het natuurlijk weet ik hoe een iPad werkt. De ander weet nog niet hoe die hem aankrijgt. Dus het is heel fijn dat we daar ook aandacht aan besteden. En we vertellen ook dat ze
Het hoeft echt niet iedere dag, het hoeft ook geen uren, maar pak eens 10 minuten de iPad en ga daarmee aan de slag. En we houden ook steeds zicht erop, omdat de consulent die op die locatie werkzaam is, ook iedere keer weer gaat kijken, oké, waar staan we nu, hoe gaat het met de ouders, de pedagogische medewerkers of de leerkrachten. Die hebben daar ook een grote rol in en ze kunnen ook vragen aan ons stellen. Ze krijgen uitleg hoe je kan inloggen bij Berenslim. Dat je met bibliotheekpas daar gratis gebruik van kan maken. Dus er zit eigenlijk van alles in. Ja. En hoe reageren de Leids of de pedagogische medewerkers en de leerkrachten? Merken die ook, behalve vanuit de nulmeting, effect? Ja, want er wordt echt wel over het project gesproken. Ze ontmoeten elkaar natuurlijk ook een aantal keren. Want er is een beginbijeenkomst, een tussenbijeenkomst en een eindbijeenkomst. En het is leuk om dan te horen dat ze van, oh, maar welke app heb jij dan gebruikt? En wat vond jij ervan? Want buiten dat wij natuurlijk heel veel informatie kunnen geven, is het ook heel fijn als ouders met elkaar in gesprek gaan. Dus ja, dat zien we echt wel terug. Ja. En jullie zetten een selectie apps op die tablets. Wat zijn voor jou richtlijnen waar je naar kijkt als je een keuze maakt voor een app? Nou, waar ik vooral naar kijk is wat de inhoud is. Hè. Is het sowieso Nederlandstalig? Wordt er ingesproken? Wat voor taal zit er aan vast? Juf Jannie apps zijn bijvoorbeeld heel fijn, want vooral voor de kleuters, dat zijn ook echt apps waar ze dingen van kunnen leren. Dus ik kijk heel erg wat bij het project past, maar ook dat, dus echt die, ja, dat je er dus ook echt iets mee kan. Buiten dat het een filmpje natuurlijk ook fantastisch is, waarin bijvoorbeeld een boerderij wordt bezocht en ze laten zien welke dieren daar allemaal zijn. Ja, dat zijn hele fijne dingen om op een iPad te zetten. Ik kijk niet of het betaald is of gratis. Wij hebben daar een budget voor, omdat het hoeft niet altijd gratis te zijn. Ik heb liever kwaliteit dan heel veel apps. En dat leg ik ouders ook uit, dat het betaalde apps kunnen zijn, maar dat je daar dan wel net dat extra stukje, echt die educatie in hebt zitten. En daarnaast maken jullie dus ook gebruik van het aanbod van digitale prentenboeken. Zie jij, zoals Berenslim, zie jij dat ook als een goede ingang om breder aan de slag te gaan met mediaopvoeding, als bijvoorbeeld kinderopvanglocaties nog wat terughoudend zijn in het gebruiken van betaalde of onbetaalde apps? Berenslim is natuurlijk een fantastisch middel om sowieso te starten. Berenslim kan je natuurlijk gratis doen met een abonnement als je dat hebt. Dus ja, dat is natuurlijk een heel mooi instapmodel om daarmee aan de slag te gaan. En daarna kan je dan het gesprek aangaan. Hè. We hebben een pilot gedraaid bij Forte met een opvangorganisatie met digitale prentenboeken. Ja, daar wordt nu gewoon een abonnement afgesloten door de kinderopvangorganisatie om daar dus mee verder te gaan. Ja, als je laat zien dat het dus echt meerwaarde heeft, ja, dan wil een opvangorganisatie daar echt wel aan meewerken. En welke tip heb je voor bibliotheken die aan de slag willen met de Media Ukkie-dagen? Gebruik wat er is. Hè. Er zijn webinars, mediaukkiedagen.nl staan vol met tips. Kijk wat andere bibliotheken misschien al hebben gedaan. Wij doen er nu al een aantal jaren aan mee en ik vind het fijn dat er altijd een thema aan vast zit, zodat je daar ook mee aan de slag kan, zodat het ook wat afgebakender wordt, hè, want anders is het wel heel groot, waar ga je beginnen? Begin klein. Begin gewoon echt met stap 1. Maak een brief voor de pedagogische medewerkers. Attendeer ze op de Media Ukkie-dagen. Je kan de ouders erbij betrekken. Je kan een oude bijeenkomst organiseren. Je kan eigenlijk heel veel doen, maar begin toch wel heel klein. Ja. Ja. En heb je nog toekomstdromen voor wat betreft mediaopvoeding en bibliotheek Kennen Bij Waard? Ja, we willen Mukkie nog meer ontwikkelen en doorontwikkelen. Nog meer boekenleggers maken, nog meer bekendheid aangeven in ons werkgebied. Maar natuurlijk ook buiten ons werkgebied. Media Ukkie-dagen zijn bij ons een vast onderdeel. Ja, daar willen we steeds verder mee gaan. We zijn ooit begonnen in coronatijd met de Media Ukkie-dagen. Wij maken altijd pakketten voor de opvanglocaties. Daar zit een boek in, daar zitten tips in, brieven voor pedagogisch medewerkers, brieven voor ouders die ze weer kunnen uitdelen met tips en tricks, welke boekjes gebruiken, welke apps zijn goed. We hebben een app top 10 die we samenstellen, dus die gaan we dit jaar weer opnieuw samenstellen. Maken we een poster van, hangen we in de bibliotheek. Nog zoveel ideeën. Wat leuk om te horen, Danielle. Dankjewel en heel veel succes. Jullie ook heel veel succes.
En wil je nou meer weten over mediaopvoeding en mediagebruik of hoe je je positie kunt versterken richting het onderwijs of de kinderopvanglocaties? Neem dan contact met ons op. Ja, stuur ons een mailtje of appje en dan komen we graag jullie kant op.